En Ron Jans, daar draait het natuurlijk allemaal om. En daarom gaan we op zoek naar verhalen rondom Ron. Hup, pek. Zwolle! 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 Jaar bij de Kuip over de vloer. We gaan van Zwolle naar Rotterdam los. Zinnen en dennen al boven de dorst. Want we gaan op de trekker. We gaan op de trekker. We gaan op de trekker naar Madrid. Hey jongens. En hij komt hier voor onze onovertroffen biefstuk en lekkere metworst. Nou, hier staat Ron, of hier zit hij. En ik sta rechts, of rechts achterin. Wat snackt hij? Gezond. Gezond. Echt? Echt waar. Ja, af en toe een kroketje, maar over het algemeen gezond. Pittige muziek over het algemeen, maar met een country of blues-achtig achtergrond. Dat was de nummer 1 van ons jaarlijstje 2014, Lucinda Williams met Down Where the Spirit Meets the Bone. Hij heeft altijd druk, dus man is niet veel thuis. Ron Jans heeft nog nooit voor zijn spelersgroep volgens mij de worst meegenomen of de biefstuk. Dus mochten ze verliezen, dan is dat misschien een tip voor de volgende keer. Hij was niet zenuwachtig, zei die Tingman. Maar hij wist altijd wel een team te motiveren. Hij wist ons altijd sterk te maken, dus dat zal hij nou weer doen bij Zwolle, denk ik. Maar als hij nou verliest, heeft u dan daarna een chagrijnige buurman naast u? Misschien één dag. Natuurlijk, Wimperk, houd toch op, man. Dat is de enigste in mijn ogen. Maar dat komt ook een beetje omdat Ron Jans hier woonde. 2-0. Voor? Pek. Ik ben van Groningen. En wat dat betreft heeft Ron dan geluk. Woont hij toch nog een beetje in de buurt van de beker. Sorry Jans, als je nooit weer komt heb ik pech gehad. Ja, hij heeft al een keer gewonnen. En dus dit is de muzieksmaak van een winnaar, inderdaad. Dus Ron gaat winnen? Ik ga er wel van uit. Als de Groningers het iemand gunnen, dan denk ik dat het Ron Jans is.